Niet één, niet twee, niet drie, maar liefst vier tegels moeten ervoor zorgen dat de ingang van het wijkgezondheidscentrum Lindeholt een rookvrije zone wordt. Huisarts Mirjam Meijer legt uit dat roken bij de voordeur voor overlast zorgt, vooral voor mensen met astma. Bovendien geeft de huisartsenpraktijk een signaal af. Juist hier kun je geholpen worden als je wil stoppen met roken. Er zijn nog 6 Nijmeegse huisartsen die ook meedoen aan het initiatief op Wereld Niet Roken Dag. Initiatiefnemer is Pim Keurlings. De 7 huisartsenpraktijken hebben nu de directe omgeving van hun ingang gemarkeerd met rookvrij tegels. Roken voor de entree is dus als het goed is snel verleden tijd.